Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Laura. Laura is een sterk in koolhydraten beperkt dieet, een ketogeen dieet aan het volgen. Dit is een dieet waarbij je je lichaam stimuleert om vetzuren te verbranden in plaats van glucosemoleculen. Laura weet, heeft dat ooit gelezen, dat wanneer je alcohol drinkt, dat dan vetten gevormd worden in je lijf, door je lever, uit de afbraakproducten van deze alcohol. Maar nu vraagt Laura zich af of dit ook aan de orde is, de vorming van vet in en door je lever, wanneer je een alcoholisch drankje drinkt, wanneer je een dieet volgt die gericht is op vetverbranding. Dus de vraag van Laura is, wanneer ik een ketogeen dieet volg gericht op vetverbranding en ik drink een alcoholisch drankje zonder koolhydraten erin aanwezig, hè? En dus dat drankje dat laat mijn bloedsuikerspiegel niet stijgen, zal dan ook vet gevormd worden uit de afbraak van alcohol in en door de lever? Of kan mijn lever dan gewoon vetten blijven verbranden? Dat is de vraag van Laura. Nou, Laura. Je lever heeft vele zeer belangrijke taken om jou te laten overleven. Zo is je lever het enige orgaan die ervoor kan zorgen dat er steeds voldoende brandstoffen in jouw bloedbaan aanwezig blijven. Want jouw lever kan zelf glucose vormen uit de afbraakproducten van eiwitten en vetten die altijd aanwezig zijn in je lijf. Want ja, daar zijn al je weefsels er zelf van opgebouwd, uit opgebouwd. Dus je lever kan altijd uit de afbraak van zichzelf, bij wijze van spreken, nieuwe glucosemoleculen vormen. En daardoor altijd wat glucose in je bloedbaan garanderen. En jouw lever is ook het enige orgaan die uit de afbraak en verbranding van vetketonen kan vormen. En dat zijn ook brandstoffen. Dat zijn brandstoffen voor je hersenen ten tijde van een ketogeen dieet. Je lever is dus het orgaan die dit kan doen en ook moet doen wanneer jij een ketogeen dieet volgt. Want wanneer je lever dit niet kan doen, niet doet, dan heb jij geen brandstoffen in je bloedbaan ten tijde van een ketogeen dieet en dan val jij dood neer. Maar jouw lever is ook het enige orgaan die snel, wanneer er toxische stoffen in jouw lijf, in je circulatie terechtkomen, zoals alcohol, deze uit de circulatie te halen en af te breken en te ontgiften. Je lever is een ontgiftingsorgaan. Dus op het moment dat jij een alcoholisch drankje drinkt, dat is een drankje met een toxische stof erin aanwezig, dan moet jouw lever acuut alles opzij zetten van zijn andere taken en moet het alcohol gaan ontgiften. Wat betekent dat? Dat betekent dat je lever alcohol in zijn cellen op moet nemen, moet gaan afbreken tot kleinere delen en dat die kleinere delen in de organellen, de celorganellen van je lever, ontgift moeten worden. En dat houdt in dat ze gebonden moeten worden aan moleculen die toxische stof onschadelijk kan maken. Dat is dus iets wat jouw lever moet doen. Alcohol is een wateroplosbare brandstof. De afbraak en ontgifting van alcohol, dat is een proces waar jouw lever energie uit ATP, vocht voor nodig heeft, vele vitamines en mineralen en ook aminozuren en vetzuren. Dus omdat je lever als prioriteit heeft wanneer jij alcohol in je lichaam laat belanden, om alcohol om te ontgiften en dan pas bezig kan met zijn andere taken, dat moet dus acuut plaatsvinden
plaatsvinden, raak je leverweefsel acuut uitgeput van al het vocht, alle vitamines en mineralen, alle aminozuren en alle vetzuren die het maar bezit, om de afbraak tot kleinere delen van alcohol en het ontgiften daarvan mogelijk te maken. Weet je, wanneer vetten gevormd worden in en door je lever? Wanneer wateroplosbare brandstoffen, waar alcohol onder valt, niet verbruikt kunnen worden. En wanneer kunnen wateroplosbare brandstoffen niet verbruikt worden? Wanneer je leverweefsel uitgeput is geraakt van vocht en elektrolyten, dat zijn vochtaantrekkende moleculen. Ja, dan kunnen wateroplosbare brandstoffen kunnen niet verbruikt worden in de mitochondriën van je cellen. En dan moeten ze als waterafstotende brandstof opgeslagen worden in de vorm van vet. Vetvorming is dus het gevolg van je leverweefsel die uitgeput is geraakt van vocht en elektrolyten. En wanneer raakt je leverweefsel daar onder andere van uitgeput? Wanneer het acuut een toxische stof moet afbreken in ontgiften. Want daar is vocht, daar zijn vitamines, daar zijn mineralen, daar zijn aminozuren en daar zijn vetzuren voor nodig. Nou, en die moeten dus uit je leverweefsel helemaal geput worden in de vitamines en mineralen, het vocht en de aminozuren en de vetzuren die daar al aanwezig zijn. Dat betekent dat ten tijde van de afbraak van alcohol en de ontgifting van alcohol, wat dus een enorme uitputtingsslag is voor jouw lever, je lever uitgeput raakt van vocht en vele vitamines, mineralen, aminozuren en vetzuren, en dat er vetten gevormd worden vervolgens in en door jouw lever. Die vetten wil je liefst dat die niet daar blijven in jouw lever en dat jouw lever die kan uitscheiden. Maar voor de uitscheiding van vetten heeft jouw lever ook weer vocht, vele vitamines en mineralen en aminozuren en vetzuren nodig. Want het ontgiften van alcohol, maar ook het uitscheiden van vetten, dat betreffen allemaal anabole stofwisselingsprocessen en daar zijn bouwstoffen voor nodig. Vocht, vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren. Vele bouwstoffen zijn essentieel. Dat wil zeggen, wanneer jouw lever die niet al volop bezit van eerder, van jou, vanuit je dieet, en jij hebt die dan aangeboden, dan ja, raak jouw leverweefsel daarvan uitgeput. En die uitputting vindt dus plaats ten tijde van alcoholontgifting. Dat betekent dat na alcoholontgifting jij uitgeput leverweefsel bezit, waar vocht en essentiële varianten van bouwstoffen uitgeput zijn uit het cytoplasma van al jouw levercellen. De eiwitten en vetten waar jouw levercellen, de celorganellen, het celmembraan en alle andere celorganellen van op zijn gebouwd, dat die beschadigd zijn geraakt. Want voor de ontgifting van alcohol zijn ook aminozuren en vetzuren nodig. Ja, die moeten dan maar uit die celorganellen geplukt, afgebroken worden. En dat jij dus vetten in jouw leverweefsel hebt, beschadigde celorganellen in jouw lever, en dat die vetten niet uitgescheiden kunnen worden, want ja, daar heb jij een niet uitgeputte, niet beschadigde lever voor nodig. Dus als antwoord op jouw vraag, of wanneer jij een ketogeen dieet volgt, een dieet gericht op vetverbranding, of je dan het vormen van vet uit de afbraak en ontgifting van alcohol kan voorkomen? Nee. Want je lever zal, wanneer deze uitgeput raakt van vocht en essentiële voedingsstoffen, alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke aminozuren vallen daaronder en 2 specifieke vetzuren vallen daaronder, zal beschadigd raken, uitgeput raken. En dan kan de ontgifte alcohol kan niet verbruikt worden, opgeslagen worden. Als vet moet het dan worden en die vetten kunnen dan niet uitgescheiden worden. Want alcoholontgifting is prioriteit nummer 1 voor jouw lever wanneer je alcohol binnenkrijgt. Dus je lichaam is ten tijde daarvan, ten tijde van die acute uitputtingsslag, nooit en te nimmer bezig met vetverbranding. Want om vetverbranding in en door jouw lever
suiker mogelijk te kunnen maken, moeten vetsplitsende enzymen, want vetten moeten eerst gesplitst worden tot kleinere delen, moeten vetsplitsende enzymen in jouw leven goed kunnen werken. Die kunnen niet werken in een uitgeputte lever. Dus na alcoholconsumptie en ten tijde van alcoholconsumptie, het ontgiften van alcohol, prioriteit nummer 1 van jouw lever, het ontgiftingsorgaan, kan en zal je lever nooit vetzuren verbranden. Heerst er acute stress en enorme uitputting. En zal jij dus echt wel ook ten tijde van een ketogeen dieet, ook al kies jij een drankje zonder koolhydraten, vetvorming in en door jouw lever veroorzaken wanneer je een alcoholisch drankje drinkt.